De bevolking van de grote vijvers in het Nationale Park de Hoge Veluwe heeft zich kort geleden weer aan een periodiek onderzoek moeten onderwerpen. Het werd een slepende geschiedenis. De bewoners van dit water zijn zo gezond als een vis. Het was dan ook geen gezondheidsonderzoek, maar meer een woonruimtekwestie. De bevolkingstoename is hier namelijk zo groot dat om de 2 jaar de flink uit de kluiten gegroeide karpers moeten emigreren naar de visboer, waardoor hun kleine medebewoners de ruimte krijgen om ook dik en groot te worden. Het onderzoek, ook wel de controle van de visstand genoemd, leverde een rijke buit aan knapen van karpers op. Er waren ongelogen wel zulke kanjers bij.